De professor is 61 en zit sinds woensdag in de cel. Dinsdag moet hij voor de raadkamer verschijnen in Veurne. Bij de UA, de Universiteit van Antwerpen, reageren ze onaangenaam verrast. Wij kwamen vrijdag echt uit de lucht gevallen. Het was voor iedereen een schok. Als onderwijsinstelling wil je natuurlijk absoluut niet in verband gebracht worden met dergelijke zaken. De professor werd afgelopen woensdag opgepakt in een onderzoek rond kinderporno in Veurne. De UA zoekt nu een oplossing voor de examens. De professor in kwestie moet nog 15 studenten mondeling ondervragen. Dat is natuurlijk een probleem. De faculteit is nu dit weekend op zoek naar een oplossing. Ze zijn een andere docent, een assistent aan het zoeken, die dan de rol van examinator kan overnemen. We proberen dat al maandag in orde te brengen. Lukt dat niet, zal het een van de volgende dagen zijn. Volgens het parket van Veurne organiseerde de man chatsessies op sites met kinderporno. De universiteit schorst hem nu voorlopig. Andere opmerkelijke verdachte in de zaak is acteur Guy van Sande. Hij zou toegegeven hebben dat hij de chatrooms bezocht. Hij is intussen vrijgelaten, maar wil niet reageren. Van Sande was ook N-VA-schepen en gemeenteraadslid in Edegem. Ook daar reageren ze verbaasd. Ja, ik denk dat wij allemaal wat met verslagenheid reageren, ook met wat verbazing. Maar laat ons eerst kijken hoe het gerecht verder werkt en dan zien we wel verder. Sven Marie, de advocaat van Sande, gaat nu het parket van Veurne dagvaarden voor imagoschade. Hij begrijpt niet dat het zomaar de naam van zijn cliënt bekend heeft gemaakt.